En je ziet het ook. Wie onderdrukt de homoseksualiteit gigantisch? Dat is de islam, waar je ook komt. Moet u, als ik uitgescholden word op straat door van die rotjochies, dan gaat het nooit over racisme, mevrouw. Dat komt ergens achteraan. Maar altijd van vieze, vuile, kale, flikker, kontneuker, bruinwerker. Wat ik allemaal niet naar mijn kop toe krijg. Altijd vanuit die cultuur. En daarom is die vrouwenemancipatie zo belangrijk. Want als je dat voor elkaar krijgt, dat die vrouwen niet meer gedwongen zijn om in van die gewaden tot op de grond te lopen met van die rare todderk op hun kop. Mij een hand mogen geven als vreemde man, naar aan mogen kijken als vreemde man, als ze mogen acteren in het publieke domein. Ja, dan komt de rest vanzelf. Daar ben ik van, ik heb het overal gezien, dus zo is het ook. Maar zolang we dit allemaal zeggen, ja, dat is hun cultuur, dat moeten we maar zo laten. Ja, dan schiet niet erg op. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben zeer grote verantwoordelijkheden op dit terrein. In feite hebben ze de onderdrukking van die vrouwen en in hun kielzog van de homoseksualiteit toegelaten. En ik wil niet zeggen gestimuleerd, maar toegelaten. En er niets aan gedaan om deze afschuwelijke sociale en culturele misstand aan de kaak te stellen en te doorbreken. Op naar de nulzetels! Het taartincident bij de presentatie van het boek De Puinhopen van Paars laat zien hoe de sfeer rond Pim steeds agressiever en bedreigender wordt. Op naar de nulzetels! Oh, is een vrede taart. Minister-president, u bent minister-president van alle Nederlanders. Dus ook mijn minister-president. Wij willen een inhoudelijke verkiezingsstrijd voeren zonder demonisering. Als ik sommige mensen over mij hoor praten, met name als het dan gaat over rechtsextremisme, in de buitenlandse pers word ik neergezet als een racist. Nou, dan denk ik, zijn die mensen niet goed sneek? En ja, wat moet je daarmee? Je probeert dat beeld natuurlijk wel recht te zetten, omdat het ook slecht voor het land is dat gebeurt. Maar ja, sommige, bijvoorbeeld bij de BBC, kan ik net zo goed tegen die muur gaan praten. Dat helpt evenveel. Maar toch doet u het? Omdat het moet, maar dat zie ik als een corvée. I have to do an exam to you. I'm asking you questions. Aren't I allowed to ask you questions? No, I don't like it. Well, you don't like the long thing. I think I like it to finish this interview. You can I think a lot of people would wonder why it is that you don't like to answer questions. Perfectly reasonable questions. It's perfectly reasonable to people through you, Mrs. Simpson. You can be very famous, but I earn, like you, some respect. You have all my respect. No, I have not your respect. I have formal respect from you, but not from your health. You know? Well, I think you can't always see that. Not from inside. May I ask you one last question? Let us finish. Let us be polite. May I ask you one last question? I shake hands with you. No, the end is the end. What about all these... I'm the boss here, and you are the boss outside. This is your house. Dat beeld in de buitenlandse pers is door de Nederlandse toppolitici, ik noem ze maar even allemaal, Melkert, Kok, Dijkstal, is dat Rozemuller, niet te vergeten, neergezet en... Ja, dat de buitenlandse media dat dan overnemen, dat kan je ze wel enigszins kwalijk nemen. Ze zouden eens wat meer werk kunnen doen, van kunnen maken. Maar het is wel begrijpelijk. Einde interview. Ja, maar elke keer als het kritisch wordt, dan loopt u weg. Dan wil u niet antwoord geven. Ik ben u zat. U gaat nu weg. Ik heb mijn verklaring afgelegd en u gaat hier nu weg. Dit is mijn terrein. Ik eis het nu van u. Maar ik stel gewoon correct een aantal vragen. Ik bedoel, er is niets mis mee. Wij mogen u daar toch vragen over stellen als u met zo'n voorstel komt. Wat? Hij gaat nou slecht komen. Komt dat niet ook omdat u in een stroming op dit moment zit die in Europa is? Hè? Le Pen inderdaad. Ja, maar jullie zijn als... We willen u niet vergelijken. Nee, als journalisten zijn jullie zo oppervlakkig. Nee, maar even afmaken. Ja, want ik begrijp het heeft te maken met de neergang van de socialisten in Europa. Ja, terecht. Waardoor u... ook op kunt komen. En in die stroming zit u natuurlijk. Nee, dat is zo oppervlakkig geanalyseerd. Want politieke bewegingen, dat is de bovenkant. Daaronder zit iets heel anders. Er zitten maatschappelijke bewegingen. Waarom gaat het socialisme teloor in Europa? Omdat het gewoon een disaster is. Zij zijn overal op die manier bezig geweest. Hè? Altijd maar de staat poneren. Ook als de staat slecht
presteert. Dus ze hebben de modernisering in ons land van gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid tegengehouden. Als met schaalvergroting. Niks is gekeken van nou, zo zit de maatschappij in elkaar, dat wil de burger, hoe kunnen we dat leveren? Absoluut niet. Precies het tegenovergestelde. Altijd maar alles opleggen. Denken van wat boven bedacht wordt, dat je dat top-down naar beneden. In een compleet geëmancipeerde maatschappij doen ze het nog steeds. Dat is hun denken. Daar krijgen ze de rekening van gepresenteerd. Leefbaar Rotterdam, 34,64%, 17 zetels. Als je zo'n winst boekt, dan betekent dat dat je een geweldig mandaat krijgt van de bevolking hier. Nou, u mag weten dat dat het me zwaar te moede is. Maar we zijn ervoor gegaan en ik zal ervoor blijven gaan. Dus ik zal vast in de aanloop naar de verkiezingen nog wel eens een uitglijer maken, een onvoorzichtige uitspraak doen. Daar kunt u op rekenen. Nog geen 2 uur later is het veel besproken afsluitende tv-debat over de gemeenteraadsverkiezingen. Mijn vraag was, als u de heer Fortuyn geluk wenst, hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd? Met woorden als asociaal. De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte. En het belang daarvan ook. Mm-hmm. Dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam. Dus ook voor de mensen. Ja, maar ze hebben niet voor een asociale man gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam. Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd? Dat ze met de sororen zo hoog zijn. Ik zou dus willen zeggen, meneer Witteman. Ik hoop dat u een beetje orde weet te houden. Want de heer Fortuyn, die heeft er een gewoonte van om door anderen heen te praten. Dat vind ik niet zo leuk. U heeft die ervaring al eerder. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Ik zou dus willen zeggen, het is belangrijk dat er gekozen is. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk echt zorgen zijn, bij mij ook, over wat dan de verantwoordelijkheid is die vervolgens wordt genomen op basis van uitspraken die zijn gedaan, die er niet om liegen. Nou, dat zal nog heel wat vergen. Er zijn 2 dingen die Paars, hè, die nu nog regeert, nu laat liggen. Neem ik de heer Melkert zeer kwalijk. Vorig jaar maart heb ik hem aangesproken op de inflatie. Het interesseerde hem helemaal niks. Nog steeds niet. En dat gaat heel. We zien nu uit de cijfers dat onze concurrentiepositie zeer wordt ondergraven. Misschien straks weer geconfronteerd worden met een financieringstekort, meneer Witteman. Dus daar moeten we weer bezuinigen. Dus ik ben heel voorzichtig daarin. Ik wil de zalmnorm handhaven. Geen gulden extra uitgeven die we niet eerst hebben verdiend. Zo moet het. Meneer Melkert? Ik ben me niet bewust dat ik voor inflatie heb gepleit, eerlijk gezegd. U heeft gezegd dat u dat niet interessant vond. Nou, ik dacht dat ik het antwoord gaf op uw vraag. Bent u helemaal niet bereid hem aan te kijken? Nee, ik kijk hem voortdurend aan. Maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Dat heb ik thuis geleerd. Zo hoort het. Ik vraag u te reageren op zijn opmerkingen aangaande de inflatie. Dus als u nog even aankijkt. Het is natuurlijk flauwekul. Heeft u het in Rotterdam niet gezegd? Het was niet interessant in het eurogebied dat wij een hoge inflatie hadden. Beetje bevallen, dat eerste debat met de heer Fortuyn? Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast, meneer Melkert. Dat belooft nog wat te worden. Er zijn nog 2 maanden te gaan, maar het is u op zich wel bevallen. Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende weken. Vast. Ja. Ja. Nee. De boot zit vast. Nee, mis. Nou, maar misschien duw ik niet zo. Ja. Nou, alsjeblieft, moet jij hem achterop pakken. Het bespelen van de media, dat doet Pim in feite al sinds het begin van de jaren 90. Zo blijkt uit een oude Nova-reportage. Nou ja, wie dit bedacht heeft. Toen al had hij zijn ideeën en ambities. Elke woensdagmiddag zitten daar de fractieleiders van de regeringspartijen, vicepremier Kok en premier Lubbers de horloges gelijk te zetten, zodat alle belangrijke debatten niet in het parlement plaatsvinden, maar in de beslotenheid van dit torentje, wat vroeger was van de graven van Holland en nog weer later van de prinsen van Oranje. Maar dat lijkt u wel wat. Nee, centrum van de absoluut macht. Niet. Wat ik dus zou doen is meteen die ramen open. Dus die vitrage weg. En wat moet je daarvan maken? Bezemhok of iets van die aard.